Iedere hiep en haring is dat. De haring haalde je, de kieuwen haalde je eruit. Maar dan bloedde de haring, die bloedde leeg. En dan had je blanke haring. Dus vandaar dat je de haring kaakte. Dan kocht je een kwaliteitsproduct, bracht je aan de markt. En die gooiden ze in de warrelbak. Dan kwam die haringlegger, die gooide er twee nappen zout in. Die warrelde je door elkaar erin met de warleutel. Want als er geen zout bij kwam, dan gingen die haring geen kleven. En dan was ze bedorven natuurlijk. Kijk, een haring die zo uit zout komt, dat is niks. Dat is niks. Dan is de kleur van die haring, of hij is niet doorgezout. Dan stond er nog een pekel op. En als je nu een schipper had die daar een beetje op keek, die zei, voordat je die ton dichtmaakt, moet je er een mokje pekel bij doen. En haring die flink in de pekel ligt, die verkleurt niet. En die is goed. En toen zei de schipper, beneden dichtmaken. Dus die tonnen moesten beneden dichtgemaakt worden. Dus je ging beneden aan de gang. En dan nam je het drijfijzer. Dan sloeg je dat band even beneden de duimen. Zo'n stukje. Dan was dat kantje dicht. De haring die moet tegenwoordig allemaal ingevroren worden. En daar gelden hele specifieke richtlijnen voor. Dat moet gebeuren op een temperatuur van tenminste min 20 graden Celsius gedurende 24 uur. Die maatregel is ingevoerd in de 60e jaren, in de tijd dat er problemen ontstonden met de haringworm. De haringworm dat is een parasiet die soms in haring voorkomt. En die wanneer de haring in rauwe toestand wordt geconsumeerd, zoals wij dat eigenlijk in feite doen met Hollandse Nieuwe, dan zou die haring dus ook, die haringworm, die zou dus ook levend in je darmen terecht kunnen komen. En dat is op zich nog geen grote ramp, maar als dat regelmatig gebeurt, dan kan dat tot klachten aanleiding geven. Het moment waarop de vis ingevroren wordt, dat is natuurlijk ook van belang. Het is het mooist als de vis eerst gekaakt wordt, meteen aan de vangst, aan boord, zodat hij leeg bloedt. Op dat moment dan is hij dus eigenlijk heel vers en dan stroomt het bloed eraan. Dan krijg je een mooie blanke haring. Maar dat kaken, dat is een erg arbeidsintensief werk. En als je nagaat, die hele grote vriestrollers van dit moment, die maken zulke gigantische vangsten, dat die vangst eerst niet meer met de hand te verwerken. Dus op zee meteen ingevroren en pas achteraf aan de wal verwerkt en ook gekaakt. De aantallen haringen die door één enkel schip gevangen kunnen worden tegenwoordig, die zijn onvoorstelbaar groot. Onze grote vriestrollers die kunnen tijdens één enkele reis 4000 ton vis aanvoeren. In dat geval dan wordt de vangst noodgedwongen. Wanneer het om gaat rekenen in aantallen, wanneer het om haring gaat, en je gaat ervan uit dat er ongeveer 7 haringen in een kilo zitten, dan betekent dat één schip na één reis 28 miljoen haringen kan aanvoeren. Dat zijn 2 haringen op elke inwoner van Nederland. Onvoorstelbaar groot aantal. Je voer met laten we zeggen, 15 of 20. 1108 kleine en 63 kleine. En ze zagen natuurlijk, de collega's zagen ze ook naar huis gaan. Maar ja, dan was het degene, ja, die schipper, en die maakt er zelfs een berekening al. Nou, dat is nou niet zo'n snel schipper. Wij kunnen sneller. Maar het is ook tevens is je portemonnee. Want dat kan tientje schelen op een ton. Kijk, nu hadden ze vroeger niet die fabelachtige prijzen die ze nu hebben. Maar als je 120 gulden voor een ton haring had, de eerste. Het is iets als een voetbalpool, hè? Doe eens een gokje. Wat gaat die eerste emmer kosten vanavond? Het is ieder jaar al verdubbeld. Laten we het op een 50 houden, 55. 55.000 gulden? Ja, schat ik zo, 50, 55. Ieder jaar is het al de hoogte in en aan. Mag die wel lekker wezen, hè? Ja, dan mag je wel lekker wezen, ja. Er staat hier een emmertje van 32 of 37 stuks. En ik begin met minimaal inzet 1000 gulden. Wie biedt meer? De bakker in Brussel, 8000 gulden. De bakker in Brussel, 8000. Wie? Alwis.
Alvis 10.000 gulden, wie meer? 18.000. 18.000 gulden, rederij Jackson. 20.000 vakvis. Vakvis 20.000 gulden, wie meer? Bakker in Brussel 22.000. Wie biedt er meer dan 22.000? Er is geen Hollandse firma die meer biedt dan een Belgische firma. Van niemand 25.000 gulden? Is er niemand? Dan moet ik op dit moment de verkoop staken en de firma Bakker in Brussel is eigenaar voor 22.000 gulden van deze Emma Haring. Dat je het publiek wel mee dient om het te vertellen waar zijn product vandaan komt. Openheid is best goed om alles te vertellen over hetgeen wat je tot je neemt en wat je consumeert. Maar het publiek zal het niet uitmaken of die haring door een Hollands schip of door een Deens schip gevangen is. Het Deense tintje is ontstaan doordat de overbevissing van de Noordzee onze Nederlandse schepen niet meer op haring mochten gaan vissen. Dat heeft 6 jaar geduurd. En in die periode hebben wij als handelaren onze voelhorens wat verder uitgebreid en zijn richting Denemarken gegaan om daar onze haring te kopen, omdat de Denen rustig door mochten blijven vissen. En vandaar dat is het eigenlijk een beetje zo gebleven dat nu nog steeds de Deense vissers onze haring binnenbrengen.